based on the whole concept that we can supply Suriname with very affordable electricity, and at the same time we can start exporting hydrogen. And as you very well know, it's a talk of the town, hydrogen, but nobody actually acting. And you will be the first nation who will be able to export hydrogen. That alone will bring you on the world map, and we are very pleased to be a part of that. So we will bring our value. We have been met with some questions. What about Sudanese? Will they get less salary, etc., etc.? We will find out that this is not the case here. There will be equal salary for everybody. And we will also introduce the whole new technology, hydrogen vehicles. We have in our line also hydrogen ferries. Zo klonk de belofte van Benny Falk. Hij is directeur van Hybrid Power System Group, HPSG, in maart 2021 na de ondertekening van de overeenkomst met Suriname. Het bedrijf zou $1,2 miljard investeren in een waterstofcentrale powerplant die in 2023 op plantage Bredevoort in Komowijnen zou komen te staan. Gisteren liet de regering via een persbericht weten dat het bedrijf een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en op basis daarvan is besloten de overeenkomst met het Deense bedrijf nietig te verklaren. Al kort na het tekenen van de overeenkomst, een jaar geleden, kwamen er heel wat vraagtekens uit de samenleving over het plan. Begin januari zei VES-voorzitter Steven Dibby Persat nog aan onze redactie dat het goed is om de stekker meteen te trekken uit projecten die te veel vraagtekens hebben. Bij het aanhoren van dit verhaal klapperen je oren. Dus nieuwe technologie in een land met een bepaalde technologische stand waar je die gap gaat krijgen. Een land die andere vraagstukken heeft die op dit moment aandacht verdienen. Vraag je af van is dit goed voor dit moment? En ja, eigenlijk is het antwoord waarschijnlijk nee. Dus we hebben nu dingen nodig die direct banen creëren. Die direct inspelen op wat de technische vaardigheden die Suriname heeft. In het persbericht staat ook dat het Deense bedrijf elementaire verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen en deze ook niet kan nakomen. De verdere afwikkeling zal door de advocaat van Suriname ter hand worden genomen.